beginnen simpel met een kruislinkse vastpakking. En vaak is er mensen zeggen, waarom doen we zo'n kruislinkse vastpakking? Dit is helemaal niet realistisch. Klopt, met één mee eens. Waarom zo'n kruislinkse vastpakking? Dat is eigenlijk het moeilijkst. Als er evenwicht hier zit, dan vanaf zijn pols is de afstand, dus zeg maar om zijn evenwicht te verstoren, is het groot. Het zou voor mij veel makkelijker zijn om hem hier vast te pakken en zijn balans te verstoren. Dus vanuit zijn lichaam vastpakken, vanuit zijn hoofd vastpakken en dan zijn balans verstoren, is eigenlijk zeg maar makkelijker. Terwijl zijn balans gaan verstoren vanuit een punt dat heel erg ver zit, moeilijk is. En omdat het moeilijk is, kun je er heel veel van leren. Dus, ooit kreeg een leraar van mij, we zijn martial artists, dus wij doen dingen op de moeilijke manier en niet op de makkelijke manier. Want op de moeilijke manier, dan leer je er wat van. Volgende techniek noemen wij dan de houden van techniek. Dus ik hoop dat jullie heel veel van elkaar houden. Dan heeft u nog plezier van ook. Vanmiddag. En anders, oké. Hij pakt vast. Ik stap in en ik ga gebruik maken van de basisstap te zien. Dus ik stap eerst naast hem. En ik sta dus eigenlijk meteen hier in zijn dode hoek. En ik pak zijn hoofd vast en die leg ik hier op mijn schouder. Want ik ga zo. Maar nu komt die stap achter. En nou kost ik niet meer. Dus wat je doet, je stapt eigenlijk in. Haalt hem dus uit evenwicht. Dus je ziet dat zijn heup naar achteren gaat en gedraaid wordt. En je brengt zijn hoofd naar de schouder. Hij leunt nou tegen mij. Dus met dat ik beweeg, ja, heeft hij mij nodig om zijn evenwicht te bewaren. Dus dat is wel even een leerpunt hier. Dus je stapt in naar die mooie hoek. Je ziet ook weer dat die arm naar buiten komt waar de kracht kwijt is. Dan achter, dan hang je dus op. Hier en dan het evenwicht. En dan kun je hem gooien, hoeft niet. Oh, er lacht niemand die bij mijn eigen is. Ja, dus je hoeft niet uit. De matten zijn niet echt loonmatten, dus je hoeft niet zeg maar, constant te vallen in de rol. Het gaat vooral om het voelen. Ja, dus voel hier hoe hij tegen jou aanleunt, hoe jij in principe het punt bent waar hij op steunt. En voel hoe hij hier omgaat. En het is gewoon heel erg rustig. Ik heb het aan het vallen. Dat is aan de kant. Hier, nog maar een keer over die arm. Hier staat die arm in zijn kracht. En dat ik hem hier nu tegenaan duw. Ja. Even spier. Delta spier hier heeft voldoende kracht. Zet ik hem op. Rustig en ontspannen. Zet ik hem hier neer. Ja, en ik zeg nu, Nico, duw hem naar voren. Ben ik degene die in het voordeel is. En breng ik hem hier. Ik zeg Nico. Breng die arm eens naar voren, dan is die kracht kwijt. Dus, 1, ik breng die arm hier naar buiten. En ik draai zijn hoofd ook eigenlijk vooral op het moment dat iemand zijn hoofd hebt. En daaruit is hij heel veel van zijn evenwicht kwijt. Dus gewoon een kwestie van achterom staan en terugbrengen. Nogmaals, ook niet elke keer te vallen. Andere kant op. Dus. In die dode hoek gaan staan. Ja, dus als je op de snelweg zit, die mooie hoek, dat is wel als een vrouw zit in die auto. En... Ik vind die afwerking als je het over verliefd hebt wel realistisch moet zeggen. Ja, ja. Te goed dan. Het begint heel erg leuk. En dan. Ja, dus wees lief voor elkaar. En daarna. Come on.